Oh, trouwens, kijk, dit is wel heel leuk. Het is echt zo verschrikkelijk grauw. Je gaat je er gewoon grauw van voelen. Ik ben thuis en nu ga ik iets doen wat ik best wel raar vind. Sarah? Ja? Ik heb deze van jou binnengekregen, je post. Ga maar kijken. Goedemorgen, het is... Zaterdag. Maandag, ja. Nee, zaterdag. Jij bent weer aan het pesten. Het is normaal vandaag. Ik ga deze twee donderstenen naar school brengen. En we gaan gimmen. Ja, we gaan gelijk gimmen. En Mila is de koningin. En ik ben de diener. Of ben je de joker? Joker. Ik ben geen joker, want ik zit niet in de kaart. De hofdiener. Ik ben geen hoefdiener. Nou, dat is degene die de koning en de koningin aan het lachen maakt. Die alleen maar gek moet doen en grapjes maakt. Een soort van de ouderwetse clown. Nou, dat ben jij toch wel? Ja. Ja. Ja, dat dus. En daarna ga ik nog even grote boodschappen doen. Oh, kijk, lichtjes. Ja, die is cool. Maar ik zag gisteren, keek ik door de raam. Nee, gisteren. Kun je niet eens zeggen dat je dienaar stil is? Dienaar stil. Nou, toen was er een raampje bij de badkamer. Toen zag ik echt een hele heldere baan. Ja, die was mooi helder gisteren. Ja. Ik heb het ook gezien. Het was ook heel groot. Het was een rode maan. Heel fel. Het was een rode maan. Een grote maan. Een grote volle maan. Een rode maan. Oh. Nou, we hebben wel een keer een rode maan gehad. Dat heb ik zelfs nog gevlogd. Ja, toen maakte John mij bang voor weerwolven. Ja. Maar ik heb gefilmd. Het was wel heel mooi. Ik ben mijn bed uitgegaan. Op het moment dat ik eruit ging, had ik spijt. Dat ik ging kijken, maar... Echt? Waarom? Nou, omdat ik om 5:00 's ochtends in mijn eentje in de tuin buiten zat in de ijskou. Dus toen vond ik het iets minder leuk op dat moment. Maar het was wel mooi. Maar ik zat met zulke handen helemaal zo te trillen. Omdat je dan zeker uit je slaap. En ik ben nog geen ochtendmens. Was dat wel heftig, zeg maar. Je bent wel een ochtendmens. Nee, ik ben alles behalve een ochtendmens. Ik ben echt een avond-nachtmens. 'S Ochtends heb ik heel veel moeite om wakker te worden en op gang te komen. Die daar! En 's avonds, Mila. Ik kan nooit slapen en dan wil ik alles doen. Het liefst zou ik mijn hele huis 's nachts schoonmaken en doen. Vind ik heerlijk. En toen met die lange lockdown heb ik dat ook heel veel gedaan. Want Sarah leefde ook later. Ik kwam ook later bed uit. Dus kon ik het later maken. Ik deed heel veel heel laat. Heerlijk. En Sarah werd ook laat wakker. Beter ritme. Sarah is uitslapen. Het is weer maandag. Oh, het staat die kamer zo heel hoog. Zo staat weer heel laag. Nou, dan wordt het deze ook. Dus, ik ben heel veel wasjes aan het draaien en wassen aan het opruimen. Ik wil deze kast ook eigenlijk heel graag weer even helemaal op orde brengen. Dat is echt wel heel veel werk. Dus ik ga even kijken, want ik moet dadelijk natuurlijk ook gewoon de meiden ophalen. Dus ik weet niet of ik dat vandaag ga redden. Misschien dat ik dadelijk een begin maak. Dat weet ik nog niet. Ik ben al best wel veel tijd kwijt aan alles wegwassen vandaag. Dus er zit nu weer een was in. Oh, en het blijft zo verschrikkelijk donker vandaag. Het gaat echt nergens meer over. En ik word er zelf ook een beetje grauw van. Oh, trouwens, kijk, dit is wel heel leuk. Hier hangt Sarah de groeimeter. Ja, op het scherm zie je het niet zo heel goed, omdat het ertussen hangt. Maar het is echt heel cool. En ze is er zo blij mee, dat is echt leuk. Alleen, hij hangt boven de plint. Dus hangt een stuk omhoog. Dus als je voor gaat staan, ben je korter op de meter. Het is echt zo verschrikkelijk grauw. Je gaat je er gewoon grauw van voelen. Maar het is droog, dus ik ben al lang blij. Ik ga de meiden ophalen. Gaan ze lekker lunchen.
En ik heb net al gegeten. Ik eet eigenlijk altijd de voor- en de na. Heel stom. Ik lunch eigenlijk altijd in twee delen. Maar ik ontbijt ook altijd in twee delen. Dat werkt beter. Want anders ga ik snoepen tussendoor. En dat wil ik zeer zeker niet doen. Oh, maar wat is het koud. Ik denk dat ik dadelijk misschien mijn rode jas uit de kast trek. Die is zo warm. Dames, welk dansje doen jullie elke keer? Dit gaat echt heel de dag zo. Jullie zijn niet goed. Zelfs lopend gaat dit gewoon de hele tijd zo door. Ik ben thuis en nu ga ik iets doen wat ik best wel raar vind. Oh, wacht, ik hou eerst mijn jas even op. Zo, ik ga de uitvaart online kijken. Er is ook een gelegenheid waar mensen het bij elkaar, zeg maar, online kunnen kijken. Alleen, ik red het niet om daar naartoe te gaan met Sarah. Want ik moet natuurlijk daar gewoon naar school. Ik weet niet zeker of ik naar school moet. Want als de vader van Mila het redt, dan haalt hij de meiden op. Dan kunnen ze nog even samen spelen. En als hij het niet redt, haal ik ze op. En dan gaat hij door naar huis. Want eerder we er dan zijn, is hij wel thuis. En dan, sorry hoor, die zijn heel vies. Dan moet ik dus alsnog naar school. Maar ik moet dus wel beschikbaar zijn. Want anders staan die meiden daar. Dus als ik daar naartoe ga, ben ik sowieso niet op tijd terug. En dat is pas daarnet afgesproken, want anders moest ik sowieso naar school. Maar we konden het niet met zekerheid zeggen. Dus ja, dan is het sowieso niet echt handig om daar naartoe te gaan. En ze hebben nu een buitenlocatie waar dan zijn er weer regels en dan moet er weer meer afstand gehouden worden. Want dan moet er 2 meter afstand gehouden worden. Vind ik ook onlogisch, want waarom dan 2 meter? Dat snap ik nog steeds niet helemaal, maar goed. Dus hij staat aan. En hij zal zo wel actief gaan worden. Staat mijn geluid aan? Ja, mijn mediageluid staat aan. Dus ga ik nog heel snel wat doen, want hij doet nu toch nog niks. Maar ik vind het zo raar. Dit is de tweede uitvaart die ik nu in een livestream heb. Maar nee, ik heb daar niet heel veel mee. Het is zo onpersoonlijk. Je gaat naar een uitvaart. Als je heel dichtbij staat, is het echt je afscheid. En daarna ga je naar een uitvaart om vooral ook om steun te bieden en respect te geven aan de nabestaanden. En het is ook wel je afscheid, maar het is ook gewoon een stukje respect naar de nabestaanden. En dat mist op deze manier heel erg. En dat voelt op de een of andere manier heel vreemd. Het is mooi dat het dan zo kan. Maar het voelt gewoon niet helemaal goed. Uitvaart net gekeken. En ja, ik sta meestal best wel nuchter in dat soort dingen. Maar het was toch wel heel heftig om te zien. Zeker omdat hij natuurlijk, hij is maar 22 geworden. Dus dat is best wel heftig. En dat komt best wel binnen. En zeker als je nou al die emoties ziet. En we wisten wel wat er gebeurd was, maar nu weet je veel meer het verhaal erachter en dat komt best wel binnen. En ja, dat zet je best wel aan het denken allemaal. Dus ik heb ook even daarna even gewoon niks gedaan. In ieder geval niet gevlogd, gewoon even een momentje voor mezelf van bezinning. Sarah is inderdaad met Mila meegegaan, dus die ga ik nu ophalen. Maar het regent. En toen kwam ik ook weer thuis zonder Sarah. Want precies toen ik er bijna was, toen had de vader een berichtje gestuurd dat Sarah heel graag mee wilde Mila naar judo brengen. Waarom weet ik ook trouwens niet helemaal, want ze rijden erheen, Mila stapt uit, ze loopt naar binnen en ze rijden weer hierheen. Maar goed, schijnbaar is dat heel erg leuk. Dus dat gaan ze doen. Dus ik ben weer alleen. Marco was trouwens naar de uitvaart, die is thuisgekomen, heeft zich omgekleed. En die gaat nu verder met werken. Dus die is later thuis vanavond. Alleen weten we niet hoe laat precies. Maar anders krijgt hij zijn werk niet af. Dus die heeft het even gesplitst. Ja. Dus
Even kijken, moet over een kwartiertje ongeveer gaan koken. Want wij eten nooit super, super vroeg. Maar ik moet wel altijd echt op tijd koken, zodat Sarah wel enigszins op tijd op bed ligt natuurlijk. Wel gewoon normaal op tijd. Dus ja. Ik ben weer gezellig met Sarah. En we eten niet met z'n tweeën, want ik heb al mijn kleinkinderen aan tafel. En Sarah is er weer! Yeah. Met 5 kleinkinderen. Joe, hallo! En ik heb nog eten voor hem. Oh, je hebt al eten. De rest mag niet eten. Nee, die heeft al gegeten. Oh, die heeft al gegeten. Zet even je bordje naast als je wilt scheppen. Dat is iets fijner. Want kom, dit, je hebt iets te veel geschept. Helemaal omhoog. Helemaal dat hij niet meer lekt. En dan? Keurig. Sarah? Ja? Ik heb deze van jou binnengekregen. Je post. Ga maar kijken. Oh, wat is dat? Weet je het al? Ja. Wat is het dan? Heel voorzichtig, want dat kan heel makkelijk kapot. Weet je nog van wie je dat gekregen hebt? Nee. Goed nadenken. Je zou post krijgen van iemand. Een cadeautje krijgen van iemand. Het staat ook hier op wat het is. Wat oh, ja. Is het? Het is van Kelly een droom van me. Ja, die wilde je heel graag, hè? Dit lijkt niet heel erg op een droomvanger. Dat is echt een droomvanger. Die blijven in de netjes hangen. Mooi, hè? Maar dromen kunnen toch niet netjes? Ja, maar het is echt een droomvanger. Hoe vind je hem? Mooi. Wij gaan weer Married at First Sight kijken. Oh, en ik heb wat lekkers gehad voor zo. Wij hebben lekker bossenbollen. Oh, echt. De eerste twee stellen hebben besloten en echt... Bij de ene dacht ik echt... Nee, trouwens, bij twee. Bij de vrouwen. De mannen wist ik wat ze gingen doen, dat was duidelijk. Bij de vrouwen twijfelde ik en ze deden eigenlijk precies het tegenovergestelde dan wat je dacht. Maar we hadden het al over springend natuurlijk zo op een bepaalde manier in beeld. Dat je dan echt dat gaat denken. Dus daar hadden we het al over. Van ja, weet je, die voorstukjes en die fragmenten die je ziet, die zeggen gewoon zo niks. Want ze willen dat je iets denkt. Dus wij probeerden wel echt onze mening te baseren op wat we gewoon het hele programma hadden gezien. Ik ga lekker naar mijn bed toe, dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet ook niet op abonneren hieronder te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!